Goedemiddag en welkom bij het tweede gedeelte van het programma Actua, een gezamenlijke productie van de STVS en het Nationaal Informatie Instituut op de kanalen 8.2 en 8.3. Ik stel me zo voor, zoals ik het aan het begin zei, dat de pot nu op vuur is en dat we anytime kunnen genieten van het eten straks. Onze tweede gast vandaag is mevrouw Latoya Boetius van afdeling PR van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Ik wil bijna zeggen het belangrijkste ziekenhuis van het land. Je hoeft het niet bijna te zeggen. Het is zo. Oké. Okay. Nou, te midden van het COVID-19 gebeuren, COVID-19 crisis, stel ik me zo voor, mevrouw Boetius, dat het AZP het nog drukker heeft dan het normaal is. Wat heeft het AZP tot nu toe allemaal gedaan aan COVID-maatregelen? Helaas heeft u wel gelijk. We hebben het juist drukker. Mm-hmm. Want waar we vroeger ongeveer 3000 mensen op het terrein konden krijgen, moesten we alle poorten sluiten en maar 2 ingangen eigenlijk ter beschikking stellen van het publiek. En dan moet je je voorstellen, als 3000 mensen dan eigenlijk het ziekenhuis en de polyklinieken die daar zo rondom zijn, als zij dat allemaal moeten bezoeken, hoe moeilijk het allemaal wordt voor de bewaking. Wat hebben we toen gedaan? We hebben aangegeven dat alleen de mensen die dus voor spoedafspraken moeten komen, er langs kunnen komen. U moet u voorstellen dat als u misschien een operatie heeft gedaan en midden in deze COVID-situatie wordt u misschien eerder naar huis gestuurd als alles van u oké is. En wordt u gevraagd om dus terug te komen voor controle. Dan kunnen we u niet zeggen, we kunnen u niet ontvangen. Dan zijn er wel afspraken die er gemaakt worden. Natuurlijk met de huisartsen of met de specialisten. Of natuurlijk met het personeel dat u ontslaat vanuit het ziekenhuis. De verpleegkundige met de ene specialist die daar verantwoordelijk is voor het een en het ander. Los daarvan hebben we ook aangegeven dat we gewoon de wachtzalen dus moesten afzetten op een of andere manier. We hebben dus gewoon lint gebonden om bepaalde van de banken. We kennen de oude banken van het AZP. Het AZP is geen 10 jaar, is geen 30 jaar. Het is een heel oud ziekenhuis. Dus waar we vroeger de mensen gewoon op de banken naast elkaar lieten zitten, moeten we nu naar een situatie waar we dus stoelen zetten. En waar we dus die 2 meter of die 1,5 meter afstand dus gelijk inbouwen. Een hele metamorfose. Snap je? Een hele metamorfose. Niet alleen in de wachtzalen, vanaf de poort begint het al. Want als de mensen binnenkomen, vroeger kon je gewoon binnenkomen, je meldt je aan bij de bewaking, je geeft aan waar je moet gaan. Maar nu moet je dus overleggen dat je zo'n spoedbriefje hebt, waar dus enkele zaken zijn aangegeven. En dan word je door de verpleegkundigen die dan aanwezig zijn, verder verwezen naar de specifieke plek. Je kan niet gewoon zomaar meer op het terrein van AZP komen, want die andere poorten zijn gesloten. Het is alleen die van SEH en die van de hoofdingang die dus open zijn. Ja, ik stel me zo voor dat het beschikbare personeel het enorm druk heeft. Ja. Mag men verlof nemen? Dus kijk, je kan niet zeggen dat mensen geen verlof mogen nemen. Kijk, er wordt ook gecommuniceerd met het personeel. Ik moet u zeggen dat er niet alleen informatiesessies worden gehouden daarbuiten. Ook voor het personeel zijn er informatiesessies gehouden. We hebben de afdelingen ingedeeld. En het is dus dezelfde infectioloog, de heer Steffen Vreden, die dus daar de informatie ook heeft gebracht. De mensen mochten vragen stellen, want je moet ervan uitgaan. Een deel is baliepersoneel, die komt in contact met mensen, met patiënten. Hoe zit het daarmee? Hoe moet het voor mij? Waarom wel een mondkap? Waarom niet een mondkap? Ja. Als mensen denken dat het zo simpel is, dat alleen de mensen die op straat rondlopen twijfelen over waarom wel een mondkap en waarom niet een mondkap, kan ik ze aangeven dat er in het ziekenhuis zelf daarover is gesproken en is gediscussieerd. Dat we de mensen eigenlijk, je moet dat veilig gevoel alvast in huis creëren. Want als jij je niet veilig voelt, hoe kan je die patiënt ontvangen en een veilig gevoel geven? Dat kan dus niet. Dus vandaar dat we aan beide kanten moeten werken. En het is extreem voor ons bijna soms. Want je weet hoe mensen tegenwoordig gaan zo gauw de media grijpen om eigenlijk hun eitje kwijt te raken, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Maar het is altijd, je moet blijven communiceren. En gelukkig, het werkt. Het lukt toch aardig. Voor de duidelijkheid, het is niet zo dat het AZP in dit geval alleen gefocust is op COVID-19. Helemaal. De andere diensten gaan normaal door, zij het aangepast. Laat me aangeven, de maatregelen die zijn getroffen, er is een grieppolie zoals de samenleving dat kent, gemaakt voor... Misschien kunnen we straks daarover uitgebreid praten. Oké. Mm-hmm. Maar er zijn een aantal zaken die we dus in place hebben gebracht. Okay. Alleen om die stroming zo low mogelijk te houden. Maar weet je wat het lastige van alles is, meneer Sarijan? Ik weet niet als het is dat de mensen een beetje, zal ik zeggen, ik ga niet zeggen bemoeizuchtig. Ze zijn misschien een beetje, ze willen weten wat er precies speelt. Dan is het dat sommige mensen gewoon uit hun huis komen om gewoon naar het AZP te komen. Maar u begrijpt, als u niet binnen mag komen,
daar houdt u het daar zo voor de poort bij ons druk, want u komt gewoon staan om te kijken. Sommige mensen heb je ook dat als ze een afspraak hebben, de poli begint om 7:00, hun afspraak is om 7:15. Dat ze nu met de lockdown, moet u zich voorstellen, om 6:15 al bij AZ zijn. Ja. En gewoon daar zitten te wachten tot 7:15. Maar dat kunnen we niet meer, omdat de polyklinieken alles hebben berekend. Ze werken nu met een lijstje, de spoedlijsten, de mensen die ze natuurlijk moeten screenen. En daar kijken naar hoeveel mensen kunnen we per polykliniek. Als jij 5 mensen neemt, heb ik 5 mensen, hebben we al 10. Dan moeten we ze uitstippelen over zoveel tijd, zo'n kwartier, zo'n half uur. Dus we vragen de mensen om echt te letten op hun tijd, de afspraak dat ze hebben gekregen. Dat ze zich maximaal een kwartier van tevoren mogen aanmelden bij AZ. Omdat we ook wel letten op die spreiding per dag, per polykliniek, per wachtkamer. Ook al komt u eerder. De mensen van de bewaking gaan u daar buiten laten. En u gaat klagen dat u lang buiten bij AZ heeft gezeten. Dus checkt u gewoon dat u ook met ons meewerkt, dat het gewoon lekker vlot gaat. Ja, ik vroeg me altijd af hoor, toen het eerste COVID-geval van Suriname bekend werd. Mm-hmm. Hoe kwam dat over binnen het ziekenhuis? Kijk, iedereen heeft zijn eigen ervaring. Uh-huh. Ik ben van de afdeling communicatie. Dus natuurlijk zit ik ook in bepaalde besprekingen. Als je in een ziekenhuis werkt, is het belangrijkste dat je alvast begrijpt bij welke instelling daar ook beroepsgeheim. Ja. Wanneer je naar huis gaat, vragen mensen je allerlei dingen, maar je kan geen informatie doorspelen, want je moet rekening houden met waarover praat je? Wanneer zeg je wat? Hoe gaan mensen het interpreteren? Wanneer ze uitleggen, gaan ze je goed begrepen? Daarom ook dat wij zeggen als communicatieafdeling, we stellen ook wel vragen. We hebben als AZP ook wel korte filmpjes gemaakt om mensen steeds weer de rol te wijzen. Zeg van kijk, we hebben meer dan 28 operationele afdelingen. Plus COVID erbij. Je moet bijna zien alsof COVID een heel ziekenhuis op zich nodig heeft om gewoon te draaien. Maar al die mensen die daar in het ziekenhuis liggen, die moeten ook wel beter gemaakt worden om straks naar huis te gaan. Dus het operationele plus COVID maakt het een beetje spannender en moeilijker voor ons. Daarom moeten we die samenwerking hebben met de mensen die dus naar ons toe komen. Uiteindelijk leren we heel veel leren uit, hè? Sowieso. Dit is een, voor Suriname is dit eigenlijk het moment om aan structuur te gaan werken. Ja. Structuur op elke manier. Structuur als gewoon persoon. Ga niet zomaar naar AZ als je niets daar te zoeken hebt. Blijf thuis als je niet op straat te zoeken hebt. Gewoon structuur op andere manieren. Om ook te kijken, als mijn afspraak om 6:30 is, dan ben ik daar om 6:15. Want dan zorg ik ervoor dat ze me op tijd gaan helpen en dan hoef ik niet daar te gaan zitten wachten. Hebben mensen geklaagd met de aangepaste dienstverlening? Mensen vechten bijna met de bewaking daarvoor. Nou, je moet zich voorstellen als 300 mensen ongeveer komen. Mm. We hebben bezoek en we hebben de mensen die de polyklinieken moeten bezoeken. Die gingen door één poort. We hebben nu de situatie aangepast. Klopt. Maar stel je eens voor, 300 mensen staan daar voor de poort. En 300 mensen denken dat je ze niet toe gaat laten. 300 mensen willen hun geliefde gaan bezoeken in het ziekenhuis en denken dat je ze niet door gaat laten en ze beginnen allemaal te stoten, want ze willen door de poort. Ja. Snapt u hoe moeilijk de bewaking het heeft? Zij zijn de eerste die mensen ontvangen en eigenlijk is het moeilijkst voor hun. Want mensen denken, ze zijn gewoon hier zo, terwijl het eigenlijk veel belangrijker is. Zij moeten dat ding opvangen, zodat wanneer je binnenkomt, je gaat rechtstreeks waar je naartoe moet gaan. Ja. Dus. Een van de maatregelen van het AZP is de poortindeling. Inderdaad. Terwijl we daarover praten, moeten de beelden op het, tenminste in de uitzending te zien zijn. Okay. Wat is dat eigenlijk, die poortindeling? Wat moeten we eronder verstaan? Okay, kijk, omdat het voor AZ een hele mooie situatie is. Kijk, wanneer mensen denken dat als je informatie brengt op dag 1 en morgen hoor je iets anders, dat dag 1 je hebt gelogen, dat is het niet zo. De informatie verandert met de dag. Wij als afdeling communicatie hebben het zelf ook te doen met de afdeling wanneer we moeten afstemmen. Hoe zit het hiermee? Is dit ook veranderd? Als wij dag 1 hebben dat alle 300 mensen via één ingang naar binnen komen, omdat we zeggen alle andere poorten zijn gesloten, dan zien we dat de bewaking in gevaar komt. Dan zien we dat de mensen die ook naar het ziekenhuis moeten komen, ook in gevaar komen. Dus zeggen we gaan nu samenwerken met de polyklinieken en we gaan die poorten open doen, maar dan aan de voorzijde van het AZP. Daar waar je kent als de hoofdingang, waar de Abraham Samsonstraat is. Tegenover heb je het Militair Hospitaal. Daar zo heb je dus dat we een eerste poort, de hoofdingang, een tussenpoort en de SEH-poort hebben. Mensen die dus binnen moeten komen bij één bepaalde polykliniek, die kunnen zich melden of bij de eerste poort,
waar dus de namen zijn aangegeven. En ik heb hier zo ook wel aangegeven op mijn telefoon. Hoor. Mm. Als we denken aan de hoofdpoort, daar waar je gewoon kent als hoofdingang van AZP. Ja. Dan komen daar binnen de mensen van chirurgie, de mensen die naar de interne geneeskunde moeten, ook de mensen van cardiologie, de mensen die naar het priklab moeten, moet je naar de röntgenafdeling, urologie of naar de KNO. Dan moet je daar bij die eerste poort zijn, gewoon de hoofdingang. Ja. Moet het dat je dus naar de afdeling gynaecologie moet, orthopedie, neurologie of neurochirurgie, dan moet je bij dat tweede gedeelte zijn. Ik kan het makkelijk uitleggen voor de mensen die de situatie bij het AZP kennen. Ja. Wanneer je binnenkomt, naast de hoofdingang heb je een tusseningang waar je dus je fietsen kan stallen, ja, kan parkeren. Precies daar zo hebben we de poort ook open gedaan voor de mensen die dus naar gynaecologie en naar orthopedie, neurologie en neurochirurgie moeten. Is het zo dat je binnen moet bij de SEH, moet je nog steeds bij die poort naar binnen. Maar daar heb je dan ook wel extra bewaking, omdat je ook daar voorop onze checkpoint hebt die bekend staat bij u als de grippolie. Dus al dat soort zaken, die hebben we dus zo bij de poorten in place gebracht. Mm-hmm. Zodat we ervoor zorgen dat we niet te veel mensen bij één poort hebben. Ja, dat is dus gestructureerd, hè? Helemaal. Ik hoorde een woordje daarnet vallen, grippolie. Yes. Ik vroeg me even af, als ik dus thuis zit vanavond, mm-hmm, en ik voel een griepje opkomen, moet ik dus naar de grippolie? Nee. Ook niet? Okay. Dat is de hele discussie. Oké. Okay. De artsen die geven ook aan, mevrouw Boetius, leg de mensen uit wat grippolie precies inhoudt. Zie het zo dat als je thuis zou zitten, zoals u het zegt, je gaat vanavond naar huis, je voelt je onwel, je hebt griepverschijnselen, je hoest, je wordt kortademig, mm, of je hebt ook nog erbij dat je temperatuur verhoogt, mm-hmm, dan is het niet zo dat je gelijk kan rennen naar de grippolie. Okay. Wat is het? Stem even af met je huisarts. Omdat het een beetje een moeilijke situatie is. Ik leg uit over de dubbele dingen waarmee we te maken, ja, hebben. Dan hebben we graag dat de screening gaat zoals dat ook zou moeten. Heeft uw huisarts u gehoord? Gaat hij horen of zij horen wat voor soort hoest u heeft? Misschien is het dat u roker bent. Dan heeft u rokershoest, maar u heeft niet die ene die hoort bij de symptomen van COVID. Okay. Dat als uw huisarts u gerust kan stellen dat dat niet die ene is, dan komt u niet naar de grippolie. Maar als u uw huisarts overslaat en u komt gelijk naar de grippolie, gaan ze u vandaar terugsturen naar uw huisarts. En dat gebeurt? Dat gebeurt. Okay. Kijk, er zijn ook situaties voorgekomen waar mensen hebben geklaagd op Facebook. Ze hebben aangegeven, zomaar is die grippolie gekomen. Ja, ja. Ik had tapasani. Ja. Maar het gaat erom dat we moeten begrijpen, het is een eerste opvang voor mensen die zich helemaal niet goed voelen. En waar echt alle symptomen van COVID voorkomen. Dan moet u zich voorstellen, kent u nog de situatie dat we onze SEH moesten sluiten voor 12 uur? Dat was het begin. Als je daaruit hebt geleerd, dan zet je die eerste checkpoint. Ja. Wanneer u dus komt naar de grippolie, gaan ze u allerlei vragen stellen. Mm-hmm. Zoals ze dat ook deden bij de spoedeisende hulp. Het is hetzelfde triagesysteem eigenlijk. Ze gaan u daarna, wanneer ze hebben gemerkt, alle symptomen komen bij u voor van COVID, gaan ze u een van de isolatiekamers daarvoor plaatsen. U gaat nog niet naar onze SEH, ja, want we moeten ervoor zorgen dat we zaken gescheiden, ja, houden. Komt er iemand binnen met een of ander ongeval, moeten die gewoon nog doorgestuurd kunnen worden, ja, naar SEH achterop. Wanneer het blijkt dat de artsen daarna alle testen en alle zaken te hebben gedaan, hebben gemerkt dat u of erger wordt of u bent positief getest, dan gaan zij verder met u afstemmen hoe dat eruit ziet. Of u wordt opgenomen in deze zorginstelling of dit gaat met u gebeuren of er is niets met u aan de hand of u voelde zich onwel om wat voor reden dan ook. Maar er zijn artsen die u daar opvangen en u natuurlijk begeleiden in dat proces. Dus de situatie is eerst de huisarts raadplegen? Eerst de huisarts, ja, altijd raadplegen. Natuurlijk hebben de huisarts ook aangepaste maatregelen, maar telefonisch zijn ze altijd bereikbaar. En als dat niet heeft gewerkt of uw huisarts zelf heeft u doorverwezen, niet gewoon na eerste keer dokter ik hoest, gaat u naar de grippolie, ja, ze gaan u wegsturen. Okay. Want u kan gewoon alleen voor hoesten daar komen. Maar ik kan naar de grippolie komen en ik heb de huisarts niet gecontact. Mm-hmm. En ik zeg aan de grippolie, ja, maar ik heb contact gehad met mijn huisarts. Kijk, dat is iets anders. En daarom, wanneer u daar komt en ze hebben u enkele vragen gesteld. En ze hebben dus doordat u werkelijk wel of geen contact heeft gehad, okay, met uw huisarts, gaan ze u daar terugsturen. Deze mensen zijn professionals, het zijn artsen, okay, zelf. Dus die ook polyklinieken draaien enzovoort. Nasma die Dena, je zou zeggen in Dena Veld, ze hebben ook polyklinieken die ze zelf draaien. Dus enorm aan koording. Oké, geweldig. Ten aanzien van de grippolies, hoe staat het met de overige delen van het land? Kijk, er is maar één grippolie gemaakt.
Je moet denken, het AZP die heeft afstemming met natuurlijk alle andere delen van het land en alle andere huisartsen en polyklinieken van het land. Maar er is maar één grippolie, omdat dat voor AZ eerste opvang voor COVID-patiënten is. U moet zich voorstellen dat de SEH nog gewoon doordraait. En we hebben nu een melding gehad van de SEH. Ze hebben aangegeven, zeg, met de lockdown hebben we gemerkt dat het rustiger is geworden. Er zijn minder aanmeldingen met de spoedeisende hulp voor de spoedeisende gevallen. Maar wat er nu gebeurt, is dat omdat dit is mijn risico voor de lockdown, dat er vlak voor 8 uur en vlak na 8 uur toch wel veel aanmeldingen zijn bij de spoedeisende hulp van aanrijdingen. Ai. Dus waar COVID ons helpt, voel ik spoed kon naar SEH. Ja. No, dit is maar ik creëer traspoed door nog te laat over straat te blijven, dat die risico also, dan maak je brokken, dan heb je weer ander werk daar op die spoedeisende hulp. Dus ja. Zie je weer die samenwerking. Ze willen spoedeisende hulp, hoe gaan ze het geven? Maar laten we ook op elkaar letten. TGC-bureau, mijn man, begin rond Tori af, kwart over 7, ga naar je huis. Dan hoef je niet te racen, dan hoef je je niet aan te melden bij de spoedeisende hulp. Geen 5-voor-8 situaties snap om naar je? Huis 5-voor-8 dat je aan race. En dan krijgen we problemen met alle gevolgen van die. Klopt. Dat is geweldig. We weten dat de omgeving van het AZP bij zware regenval onder water loopt. Ja. Er was een project om te ontwateren. Hoe staat het daarmee? Kijk, we zijn gelukkig op tijd gestart met dat project. Waardoor toen het eergisteren zo hard heeft geregend en onze bewaking zo extra moest werken. Want ze moesten die mannen uit het huis halen van de bedrijven die de tenten hebben geplaatst. We moesten alle tenten verplaatsen naar het MDWC aan de Vluestraat, waar het daar niet onder water liep. Ja. Omdat we op tijd zijn gestart, is het water snel weer teruggetrokken, weggetrokken. Waardoor we de tenten dan weer moesten verplaatsen naar de huidige situatie waarvan ik u heb uitgelegd. Poorten, systeem, de mensen melden zich zo aan. Maar we zijn ons ervan bewust en we hebben dat laatst al gehad. Mm-hmm. Dus we zijn nu ook beter voorbereid op als het weer zo hard mag regenen, dat we de mensen op andere plekken op de juiste manier binnen laten komen. Want ook die situatie hebben we bekeken, welke andere poorten we kunnen open doen. Zoals we de situatie daar kennen, de mannen zijn begonnen aan de achterzijde, de rotonde toch? De kant van Vluestraat zijn ze begonnen. Mm-hmm. En ze zijn nu bijna op de hoek, ze zijn al voorbij het mortuarium van ons. In de, dat is Kernkampweg toch, de achterkant zo. Daar zijn ze al bijna op de hoek. En dan moet u denken, het moeilijkste gedeelte is dat gedeelte voor AZ zelf. Ja. En daar moet nog komen en daar is waar mensen noemen Abraham Samson rivier. Ja. Maar dat hebben we niet in de hand. Dus we werken wel aan modellen dat als het weer zo hard regent, dat we de mensen toch wel op kunnen vangen. En let wel, we zeggen niet gewoon de mensen, de spoedgevallen. Maar het is wel merkbaar dat het water niet langer zit dan voorheen. Nee, gelukkig waar. Dus daarom zeg ik, we zijn op tijd begonnen. Ik heb een verzoek, mevrouw Boetius. Ik vind dat van grippolie zo belangrijk. Mm-hmm. En ik wil u vragen om het de moutak en brok in Israël aan tong op Chinso. Met alles maar verstaan. Wacht, ik kom drinken Chinso water. Ja, alstublieft. Adesso tak. Na vijf, 7 jaar, voor PU saplik eerste hulp, EHBO. Omek wang grippolie, zo onkaring. De dat er ekaring wang checkpoint. Im shenlek notile ki te yubo firita ki isiki, ye koso, i temperatuur hei, kan de iko in aanraking nang wasma sang, i denki takasma ap COVID, dan fosi i kan kon dape. Efi no mit desma dati, gewoon eigenlijk, yu nang wasma te alleen kon, i gwen kis botronoso, i gwen sikip chinso, i naaf go na grippoli, wan dosen i go na huisarts. Je dat raar je huisarts en een man die kan tegen dat je no de als hij zei abina gewoon griep. Want ze onom vergeten terwijl u allemaal hij focus tap zo COVID. De dat raar ze even brokken de voor lukken onutak onlukutak onjari moet screen alleen heb ik een comeback een maskita ook kon dengue ook kon alle deze soort zaken dat hij focus toe. Dus in praten den sani in tek chins op informatie dat je verstaan men iets refi. Teken een checkpoint a griep poli. Dat adesso taki you e firi taki no dis ano ho grip dis ano ho an kouru in mi bere tak me firso na COVID lek fades ma skrifeng mi belgo na hulplijn 178 tegi mi taki no dis luku COVID go na gripoli so niet you naf kon do drai baka. Ik heb enorm veel waardering voor de medische zorg. Ga je zeggen waarom? Men is druk bezig met COVID, maar je hebt
dengue, je hebt alle andere ziektes die nog overeen staan. En dat alles moet ook nog opgelost worden. Ik wil niet geloven dat er nog mensen zijn die dagelijks naar het priklab moeten. Ja. Om dus na te gaan hoeveel tabletten ze moeten drinken, de trombosepatiënten zoals we ze kennen. Ja. Maar laatst, los daarvan zijn er ook mensen die geprikt moeten worden op dengue, op ik ben ergens gegaan waar er COVID-patiënten worden. Dus zie je weer daar dubbele. Dus die artsen zijn nu eigenlijk de supermen en superwomen. Maar ik zeg je, die verpleegkundigen, die zijn eigenlijk boven supermen en superwomen. Want zij komen in het direct contact. En zij moeten die vrees overbruggen dat ik niet astma die zie. Want astma moest komen beter, maar misreef no one did it. Dus dat begrijpt u dat ook. Wanneer u ook ziet, dat ook vooral, want mensen maken bijvoorbeeld opmerkingen, we hadden het met de medici erover, zeg. Mensen maken opmerkingen over social distance bij mensen die dus in het ziekenhuis werken. Gaat u na, als u in dat bed ligt en ze beginnen social distance toe te passen, maar ze moeten naar uw wand kijken. Mevrouw, ik kijk zo naar en het ziet er goed uit. Wat gaat u doen? U gaat morgen een bericht schrijven op Facebook. Ja. Dus laten we nadenken wanneer we iets willen zeggen. Ik begrijp het, Oefrede. Ik kan dat ook emotioneel weten, dat lauw zijn niet. Maar hoe denk ik dat je, ja, dat er aan het social distance zijn, dan moet ik social distance. Look, if you know, not ticking, maar blijf thuis. Zo, wij gaan afronden, mevrouw Boetius. Bedankt voor uw komst naar de studio, of beter gezegd de congreszaal, waar we onze studio hebben ingericht. Geweldig. Ik stel ook voor dat we in de toekomst nog een keertje praten over AZP. Natuurlijk. Ik vind het geweldig. Er zijn meerdere vorderingen, dus ik hou je zeker op de hoogte. Geweldig. Fijne dag verder. Dank u. Dan hebben we het gehad, beste kijkers en luisteraars, wat betreft het programma Actua. Graag tot morgen om 12 uur met een andere presentator via 8.2 en 8.3. En voor straks smakelijk eten.